Rossen, taal en Tsjernobyl. Daar gaat het goed oer aan deze tafel. Romy Cuperus ontwerpt extravagante tassen die het heel goed doggen in Japan. En uw eigen Annemarije Bloem die docht het weer heel goed in Friesland, want zij pakt de taal weer even bij de kop voor u. Goeien en welkom bij Bient op de dag dat Piet Santema uit Stiens weromzucht op de kernramp in Tsjernobyl. Je het precies 30 jaar verliezen. Het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl is de grootste kernramp uit de geschiedenis. Zowel in Zweden, Finland als ook in Polen wordt radioactiviteit gemeten. Op het Russische journaal kwam vanavond een officiële mededeling over de ramp. Dit is het gebouw van de station. Zoals je ziet, grote verwoestingen, over die niet ophouden te vertellen door de middelen van massale informatie uit het Westen, niet. Volgens de laatste data radioactiviteit op het territorium van de elektrostatie 2 keer. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw heeft verklaard dat in nogal wat partijen spinazie een radioactiviteit is aangetroffen die boven het veilig geachte grensje uitgaat. Niemand wil nog groente eten. Er ontstaat een run op blikgroenten in de winkels. Ja, een dramatische ramp en nog altijd kampen de meesten derik maar de zoens. Piet Santema, wat weet je nog van die dag of die dagen dat het Nijs kwam, 30 jaar verliezen? Nou, ik weet het op de radio hier. Ik hier spinazie op het tuin. En dan zeiden ze van, dat moesten we maar net eten, want dat weer ik besmet en weer ik radioactieve stof van in de wolk weer hoe Nederland vest. Wat dacht je toen? Ja, ik denk van nou dan, maar dat maar aan, maar ik wist eigenlijk net voor dat het verschrikkelijk gevaarlijk weer, maar je wist niet wat van oorlog, dat ze in Japan dus een kernbom vallen, nee, dat het verschrikkelijk weer, dus dit moest ik verschrikkelijk wijzen. Dus je had de spinazie draaihellen, nee. Hij net op iets? Nee, nee. En ik weet nog van ik wie toen zien dat ik dacht van wat is dat raar dat dat Safir voor het gebeurt, ja. En dat wij je nou net uw green te zien te kennen. Ja, uw jongens die waren ik net vlak bij Tsjernobyl, hè. Die zitten een 300 kilometer af, maar daar wie die wolk ik ook heen gaan. Ja, dat zijn de jongens André en Kirill, ja. Zeg ik het zo goed? Ja. Ja, die waren de 300 kilometer van. Ja, dat schat ik een beetje, misschien nog een beetje verder, maar de hele wolk die ging over hun gebied. Ja. En ja, dan moesten er wel met de meesten het eerst stilhouden, no? Ja. Ja. Terwijl dat juist natuurlijk de meest gevaarlijke periode, ja. Is, die, ja. eerste dagen. Want hoe kwam je er zo bij om die jongens op te vangen? Er kwam een heel soort band in die tijd naar Friesland onder oren. Ja, er was eerst al een groep West. En toen zei Wietske, en mijn vrouw, die zei van nou, wij kon ik wel een jonkje hebben. Ja. Nou, dan hebben wij een tweede groep die kwam, hebben we gezegd, wij wilden er ook wel bij wijzen. Ja. Maar omdat wij eens bijna uit de hoes zien, zijn dat dan in. En dan komt hij bij Paak en Beppe, dat ik niks meer maar bij twee, ja. Hebben. Dat is volgens mij gezelliger. Nadeel is wel dat zij Russisch begon te praten. Ik zei, dat maakt net, wij moeten al communiceren. Ja. En dan hebben we een woordenboekje bij. Ja. En dan waren we het woordenboekje erbij bij en een opziekje. En dan maar, ja, mijn handen en frutten. Ja. En dat lukte aardig. Ja, wat voor oud wie een André en Kirill? 8 jaar. Misschien kun je even een foto zien, dan heb ik een, ja. Beeld erbij van hoe ze eruit zeggen. Dit ben ze, hè? Ja, je komt eens maar de beurs hoor. Wie dit de eerste keer? Dit wie de eerste keer, ja. En André is maar het witte petje op? Nee, dat is Kirill. Ach, ik krijg ook zo. André, dat is die de voorlopige. Die vaste jongen. Die Grieske, ja. Dus een Iris 8 jongen wien ze toen? Ja. En hoe wien ze doen? Hoe wien ze doen ta? Nou, ze wien wat bleek en wat kuggelie. Ja. En wij kregen de taak dus om hun goed eten te letten. En goede verzwaring en dan zou het bloed na 8 weken, we hebben 8 weken gehad, dan zou het bloed zo zodanig onpast worden dat ze meer weerstand hebben tegen de ziekte. Ja. Ja, dus dat wie echt je taak om dan, ja. 8, blijven ze echt 8 weken? Ja, ze zijn de eerste keer 8 weken geweest. Dat is best wel schoft. Ja, maar dat vleer om. Ja. Wij dachten dat die mensen die bij een aanstien, dat die het erger vonden dan wij. Ja. Want die bij een gingen naar poer vreemde mensen aan. Ja. En ja. Kirill die was verschrikkelijk onwennig, met hem dat in de gaten, dat zag ik net. Nee. En dan was ik ziek om heimwee in het boekje, maar stierde ik net in. Dat stierde net in het boekje? Nee. Dat is zo, ja, Wietske, hij maakt me een huisbelly. Ja. En hij belt naar hoest en ik krijg mij maar voor, doe je het leer. Ja. Ja. Ja, ja. Toen fleurde die daar weer helemaal van op. Ja. Maar wat doe je dan 8 weken lang? Nou, hij al Mikado heb je krek als jongen? Ja, Mikado hebben die. Nou, en dan Sinterklaas vieren, dat konden ze direct net. Nou, we zijn naar een bakker geweest in Stiens. En die liet hem bakken, die liet hem met deeg, denk ik, eens maaien. En dan kwam dat in de oven.
Nou, en wij zijn naar Ameland geweest, we zijn een soort fietsen geweest. De plaatselijke fietsmaker die stelde fietsen beschikbaar. Ja. En dat vonden ze prachtig. En ik weet wel dat ze op Sinterklaas hoeven ze zaklamp. Nou, dat was prachtig, hè? Maar skiën, maar we de meesten in de ruten skiën. Prachtig weer dat. Ja. En goed eten wie dus belangrijk, goed, ja. Maar hoe kregen ze dan griëntes? Nee, ze moesten beslissen geen griënten hebben. En zuur ik net, nee. Dan eten ze die appels, die eten ze gewoon droeg. En waarom wie dat? Ja, weet ik het, maar ik zou er maar een beetje zuur bij, hè. Nou, een beetje is wat prakken. En op laatst weet ze, dat zuur wel lekker, dan gingen ze zuur zuursap. Dan gingen ze saffel in, wat echt prakt. Ja. Maar griënten hebben ze eigenlijk nooit reden bieten. Wat in de grond zit, net wat op de grond groeit. Nee, daar zijn ze dus wel bang voor. Daar zijn ze bang voor, ja. Ja. Je bent ook wel die kant uit West, hè? Ja, wij zijn in 2003, en toen gingen ze hierbij, dus ben wij direct geen West. Ja. En, dit is de foto dat Jim Marchinal die kant uitkeert? Ja, met de stichting van Dron Riep. Ja. En dan hebben we de bus vol gekregen met meisken. En je ziet die tassen wel, daar zitten al je kleren in. En etenswaren. Al je van die banden. Al je van die meisken, ja. En toen ben we die kant uit West. We hebben een krap onder een week geweest. En wat trof je daaroor? Nou, zat het bij ons, zat bij ons weer toen, nou, ik ging met 76 hier te bek. Het weer jarmoedig. Ja. En de huisjes van hout. Zo wennen ze dan, ja, hè, André? Hiervoor in het asfaltdiek, nou, je ziet wel dat het wat verbrokkel is. En het een stukje asfalt op naar het zonreetje daar. Naar het zonreetje daar staan dan die huisjes van hout. Kereeltje had je met hem hier een eigen huisje. Dat weer van kalk zonsteen. En er zitten golfplaten op, asbest golfplaten. En dat weer steek ik een beetje heger. Maar een huisje hingen ze net. Dan moest je naar boeten daar. En een gatje in de groen en dan hong je boven. En bij Karel, bij André weer het zo, dat weer een fjouwer houten skutjes. En die ene die ging zo'n draaibaar maken. Maar zit ik net een waaltje op of een slotje op een wc zitten. Die steen erboven. Daar zit een spieker, roestige spieker, en draait een kramtritje omheen. Ja. En dan weer dat weer de wc. Ja. Ik zei dus aan hem, ik zei, Piet, die moet nachts wel een keer eruit. En dan moest ik 20 meter, daarheen rennen, boeten om. Ach, en weer van die lelijke hoen. Ja. En ik zei, er moet wel jacht wezen. Ja. Maar we kwamen dat allereerst dat er hier vleger maar naar de wc. Hij zit licht, zat er. Ja, want hoe is het nou, Maizen? Het is nog goed. Hoe oud ben ze nou? Ze zijn nog 22, zo. Ja. En André die... Ben ze zoen? Ja, ze zijn zoen. Oké, okay, want je hebt een soort verhaal nog van mensen die daar ziek of kanker? Nee, dit zijn wel zoen. Ja, die mensen die kanker hebben, die komen alweer in te hoezen. Ja. En daar brengen we voor spullen in, ja, de stichting. Maar André die belde al eerst op. Hij zat dik in trouwen. En ze kwam letteren bellen erop, ik ging het hut. Dan doe je er een baby. Hij zei, ik heb een zoon gekregen. Ja, ja. Dus dat gebeurt eigenlijk wel. Wat heeft het Jim nou gebracht, dat Jim de dien hè? Nou, echt vriendschap. En wij hadden plezier aan beleefd. Ja. Daar heb ik Fiat en Mezen, heb ik gewoon. Van die bootvluchtelingen. En daar hebben we, al die mensen hebben we prachtige contacten. Ja, dat is we de hebben andere dat is meer de contacten wees. Dan maar Kriel. Ja. Kriel is wat stiller. Ja. Maar die is heel goed. Die had iets doen we de west, ben een vliegende, ben ik naar Innerwest. Het me met de auto helemaal in mens gebracht. Ja. Hij zei, ik wacht even dat jullie door de douane zijn, hoor. Ja. Het, prachtig. Ja, hartstikke mooi. Dat is de wens, wat je ervan hoort. Ja. Dank u wel. Aansturen we weer op de sportiefste flat van Friesland. Die zit op het Jereveen. Topsporters wennen hier tussen de oudere bewenners van deze serviceflat. Ja, een stuk taart, een pannen spaghetti of een bakje patat. Ik krijg honger van die gedachte, maar van Romy Cuperis is eten inspiratie. Wauw, lekker. Ja. En dan kan ik nog een beur zien. Waarom maken ze nou van eten accessoires, Romy? Ja, ik ben altijd al gek op eten geweest. Ik vind het natuurlijk hartstikke lekker om het op te eten natuurlijk. Maar om mooi te beginnen, ja. Ja, maar ik vind het gewoon hoe het eruitje. Dat vind ik soms nog mooier dan de smaak. Want hoe gaat dat dan? Als boodschip dan bij elk product dan just een tas zien of just naar structuur en kleur?
Ja, als ik bijvoorbeeld door de supermarkt erin, dat is echt funest voor mij. Want dan zie ik natuurlijk overal tassen en kettingen in je. Ja. Ja, want die tassen, het is net heel praktisch. Het is meer echt een accessoire. In Japan is het echt een hit. Dus is de aansnik naar Japan ta om de markt wat meer te verkennen. Ja, klopt, ja. Hoe zit dat eruit? Wat kiest er ervan? Ik ging me gewoon daar promoten. Ik ging daar oestritten in en mijn gekke accessoires om. Mijn kleine metallic rokjes om. Hier accessoires. Gewoon zo gek mogelijk om maar in de picture te komen daar. Ja, want de meeste bestellings komen uit Japan. Hoe komen ze dan bij jou? Ik denk via internet voornamelijk. Dat zij heel veel bloggers die nemen mijn namen. Het is echt een... het is echt een Japanse markt, maar die typische accessoires is maar wat op Eaton liket. Ja. Dat is echt een Japans dingetje en daar ben ze helemaal gek op. Ja. Ja. En was nou omhest? Dat is een van die eerste. Ja, klopt. Ontwerpen was makkenhest. Ja. Ja. Ik heb echt de neiging om er even om te zitten. Ja. Maar haast je ook vregen mee om te viel, maar dat doe ik me net. Dat is misschien wat raar. Maar het ziet er heel echt uit, hè? Ja. Ja, het is gewoon echt hut. Van wat voor materiaal maken ze? Want daar hebben we de tassen ik van maken. Dus even een voorbeeld dan een ketting. Klopt. Maar. Ja, nou ik maatje alles van het is een soort van slag. Neemt het een soort van zachte skum is het. Puur? Ja, een beetje meer klaaiachtig. Ja. En daar maatje ik het van. En dan leed ik het droegje met wel iets van vier dagen met het droegje. En dan wordt het echt keihut. En dan lak ik het en dan is het gewoon super sterk. Ja, want het is wel heel bijzonder. Dan maak je het al je mooi de hoorn. Heb je beelden van? Hè? Dan kun je weer misschien hoe dat werkt. Ja. Dit is in Rotterdam, want daar wennen ze nou. Komt van Jeroen. Wat een dream. Ja, dit is fantastisch. Nou, zo is dan het werk. Dit is dat pur-achtige... Ik zei het maar gewoon pur. Hoe snap ik het in? En wat maak je hier? Hier maak ik zo'n chocoladekoekje. Dat was voornamelijk in Amerika juist. De business in Amerika weer helemaal slucht op. Ja. Chocolate chip cookie. Ja, ik focus wel altijd een beetje op wat in is in Amerika. Want het is vrij... Als ik mij een roze koek onkom, dat heb ik wel makken. Maar dan, dat keek niemand en dat snapt niemand. Nee, dan was het dat we net. Nee. In de muziekbar is ik iets minder interessant in de maatje van Wat kost het nou zo'n tas? De prijzen zitten tussen de 100 en de 250. Want het is natuurlijk echt hard makken. Ja. Het is super uniek. De kerst net zal maar even naar de concurrent rennen, want die is er net. En er zit gewoon heel veel liefde in. En hoeveel verkopen ze dan? In de wieken, in de moanen? Kisten van besteden? Ja, ik ken het. Het is inmiddels mijn fulltime job. Zo. Maar ik verkoop je ongeveer gemiddeld sowieso 1 tot 2 per dag. Oké, dus dat kan wel aardig iets. Ja. Maar als die vraag nou nog meer taal neemt, hè, zeker als daarnaast in Japan live West bist en ze daar al je shin kennen. Ja. Was dat dan maar de hand maar zien blowen of komen er dan meer mensen bij? Hoe is dat funny? Dan komen er wel meer mensen bij, want ik wil sowieso dat het echt een handmaken product bloot. Dat vind ik wel echt, dat is gewoon echt mijn kracht. En dan moet ik wel meer mensen zieken, want anders dan moet ik nachten terug. En dat doe ik nou soms al. En dat, denk ik gewoon eronder terug uiteindelijk. Dus, fabrieksmatig zou dit natuurlijk net kennen. Dan is het hele unieke er al, toch? Ja, dan wordt het een beetje te plastic troeperig. Dus dat wou ik net. Ja. Nee. Daar was dat jij er al interviewd. Hè? Toen biedde ik haar dream. Hadden wij daarna over een periwer interviewen. Wist je dan? Dan zit ik misschien wel in Parijs. En dan heb ik daar een winkeltje. En dan heb ik daar een mooie grote studio. En dan très bien. Komen mensen bij mij langs. En dan bestellen ze eentje. En dan met zo'n maandje wachtje. En dan krijgen ze een hele exclusieve tas. Ja. Tas van Soekenballen, wat voor die? Oh, een hele goeie. Ja, die stuur ik zeker op mijn lijstje. En oranjekoek, een stukje oranjekoek. Ja, dat is lekker. Ik lekker. En mooi. Okay. Nou, wacht wie daar nog op. En een heel soort succes in Japan. Ja, dankjewel. Dankjewel. Deze week gingen wij in Bient op bezite in de serviceflat Oranjewoud op het Jereveen. Daar ben je meer als 30 jonge topsporters. Te jaren maar een heel soort oudere meesken. Sanneke de Neling is een van de raceriders die te wennen. En dit seizoen brut de Rotterdamse, komt ik van Rotterdam, definitief terug met haar Nederlandse titel sprint. Thank you.
ben Sanneke de Neeling. Ik ben 20 jaar. Ik schaats voor Team Lotto Jumbo NL. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam en woon nu in de service flat Oranjewoud in Heerenveen. Toen ik hier net kwam wonen dacht ik wel van, oh jee, wat moet ik me van voorstellen? Maar eigenlijk, ja, je ziet de ouderen zie je af en toe. En het is, ja, ze zijn altijd met nakere gezellige praatjes met je in de lift en hoe het met je gaat. En zo is dit de jongste sprintkoningin ooit in de geschiedenis. Dus het is vrij bijzonder wat de Neeling hier laat zien. Dat ging uitermate goed. Ik reed mijn eerste 38ers. En ik mocht een hele mooie krans mee naar huis nemen, waar ik heel trots op ben nog steeds. Ik moet eerlijk zeggen dat had ik zelf ook niet helemaal aan zien komen. Ik wilde gewoon 4 supergoede races rijden, daarmee ging ik erheen. En als er dan zoiets uitkomt, is het natuurlijk helemaal geweldig. Met andere sporten is het hartstikke gezellig, want we eten veel samen. Beneden, we hebben natuurlijk allemaal dezelfde hobby, sporten. Dus ja, daar klikt het meestal wel heel goed mee. Dit wordt iedere avond voor ons bereid, klaargemaakt. We kunnen ons aanmelden iedere dag. Wat staat er op het menu, Sanneke? Spaghetti met kip, met broccoli, sla hebben we. We hebben nog fruit en tomaat zit er ook nog tussen. Smakelijk. Dankjewel. Het eerste jaar vond ik wel heel lastig, want je kan natuurlijk niet even in de trein stappen en je bent thuis. Want toen had ik nog geen rijbewijs. Nu gaat het wel een stuk makkelijker dat je lekker met de auto heen en weer kan rijden. Het is niet zo heel groot, dat wel, maar je gooit hier makkelijk de deur dicht van nou, nu ga ik op trainingskamp zonder dat je echt iets, een groot huis achterlaat of iets in die richting. Gewoon. Ja, gewoon, je ruimt het makkelijk op. Nou ja, meestal. En het is gewoon heel, ja, het is mijn eigen plekje en het is niet, ja, het is gewoon lekker. Annemarij Bloem, de Wierzwerf voor uw staalrubriek. Zeker. Zullen we beginnen bij, was het zinken aan Bistopediek, Friskopediek? Ja, Friskopediek. Nou, als ik denk aan een vrachtwagen, dan denk ik aan een stoere chauffeur. Zo'n trucker met de erem vol met tatoeages en die hing het dan een beetje zo boetenboord. En als die daaronder op zien door, stiert dan Mems Popke. Ah, oh, wat lief. Nou, dat is toch schattig. Dit maakt wel een schatje wezen, deze trucker. Ja, truckers ben ik kastjes, weet ik uw eigen ondervinding, hè? Ja, en ik ken, ja, is het zo? Ja, mijn hart. Oh, echt? Ja. Ach, wat lief. Leuk. En we hebben nog een katje, namelijk een grote pier. Nou, het is ook een beetje een lietse pier. Want een inimini autoke, maar waarschijnlijk een 2 meter lange eigenaar die dan pierjet. En die is dan duporteerd, zit die... Oh god, ik zit van toert die terug Friesland heen in zijn lietse grote pier. Nou, dat is toch wel geweldig. En ik zeg... Als je hem sjocht, even 2 keer even toeteren en dan de groeten van mij. Dan weten wij dat dat voor jou is. Yes. Oké. Okay. Naar de actualiteit. Ja, want vliegende week tongensdag, Jent van april, wie het Friese Twitterdag. Klopt. En ik dacht dat Twitter net hielendal meer hip en happening wie. Nee. Maar dat is net weer. Want alweer hebben we alle records verbrutsen bij de Friese Twitterdag. Ze hebben er om 2 miljoen meer views als verliende hier. Dus dat weer 9 miljoen views voor de Friese Twitterdag dit jaar. Dat is natuurlijk fantastisch. En hoe de hele verhaal, hè? Ja. En er weer een heel soort bekende Friesen vanzelf die mij. Die Doutzen Kroes, Altie Doutzen, Jorrit Bergsma, Iris Kroes die mij. Zietske Poepjes, Jellebee, heel soort bekende Friesen. Maar er weer ook een paar bekende Nederlanders, BN'ers die mij. Likas Lammet de Bruin van Eén Vandaag, Jan Huytema. En de man van het tv-programma van Jan Rijdt Rond. Ja, maar zien Hendrik Items hoor, hè? Klopt, ja, het, ja. Leuk, toch? Ja, echt heel erg leuk. Dus er wordt een heel soort aandacht om bestegen. Ektroch bedrieuwen en instellings. Het theater die mij en de politie en de brandweer Friesland die mij.
Nog opvallende? Ja, Past in Elf vond ik heel leuk. En Ziggo. Ik bedoel, dat is ook een grote Nederlandse bedrijf. En Romaidoggen vind ik heel tof. Maar ik, en die zeggen we net ook om, de belastingdienst. Oh. Alweer dat wel, maar ligt de dienst in. Je zegt de tweet van Praat met Friesk. Hey, belastingdienst. Morgen is het Frieske Twitterdag. Dog je hem ek mooi? Hashtag Friesk. Eilaas, dat moet dan Friesk wijzen, denk ik. Giet net om, mooi een knipeer. Dan reageren zij nog op mooi. Nou, belastingdienst, net van dat benauwde. Ja, kom op. Dus ze hebben ook een beetje in het Friesk twitteren. Dus dat is hartstikke leuk. En op dezelfde dag, op diezelfde Twitterdag, waren er nog meer twitteren. Mooi de hashtag, maar het goed is ze. T-I-M-L. This is my language. En dat hashtag werd speciaal oprichten voor minderheidstaal. Oké. Okay. En oer minderheidstaal sprutsen, San Sebastian, is dit hier de Frieske, de culturele haardstad van Europa. En ek daar steen minderheidstaal centraal in het project Tosta. En in Tosta binnen de zo'n regio's van kunstenaars die het mij ook horen uitwisselen. En die kunstenaars die zuggen bij elkaar taal en cultuur. Zoek wel wat verdij wezen. En daardoor inspireren ze elkaar. En van Friesland ga je Aukje Schaafsma naar Cornwall. En dat is wat nieuws, want ze groeven mensen namelijk in het zoon. En in de groen, dat ze dus opgroeit binnen, zong ze dan ook in haar eigen taal, in het Cornisch. En Jedder die is dat ook op Skiemoes Eer. En daar hebben we dus beelden van. Het is heel grappig. Zeg maar even maar. Ja. Een hoopje zand, dat is de liedje boren. Met nooit de wind, dan gaat de zee te keer. Waar de meeuwen schreeuwen, boven het hoofd gebruist. Daar ben ik geboren, daar voel ik mij thuis. Tja, maat we nou naar San Sebastian om dit te zien aan hem rijden? Nee, dat hoeft net, want op de admiraliteitsdagen in Dokkum in september binnen de resultaten van deze kunstenaars en die uitwisseling ben ik dus te zien. Ah, leuk. Heel leuk. Nou, in Wette, het is oer twa ier culturele haardstad van Europa. En dan is hier ook een project oer taal en identiteit. En dat nemen ze het loon van taal. Ja. Nou is de organisatie nog op ziek naar Friesen om Utens. Die het wat vertellen kunnen oer wat zij mooi het Fries hebben. En wat ze wat Friesland voor haar betjut. Ik wil wenen zo aan de oorkant van de wraad. Juist, dat is natuurlijk super nieuwsgierig. En waar heb ik al in voen? Dat is namelijk Oetse Deelstra. Die komt uit Zweden. En die vertelt ik wat Friesland en het Fries voor hun budget. Sjena, mijn naam is Oetse Deelstra. Ik ben 28 jaar gammal en ik woon in Sverige. Just nu studerar jag skandinavistik i Uppsala som är Sveriges största studentstad. Hier i Sweden är det så att jag benammen svensk praat för själv omdat jag studerar en engelsk. Maar de Friese taal is een taal dat ik vaak op de rom val. Op momenten dat je wekelijks wurg wordt, emotioneel wordt of als er gewoon iets is wat je heel wat rekket, dan begin je ik in Fries weer rond te vallen. De Friese woorden komen het eerst naar Bobbeta en ja, dan viert je al die orentaal nemen. Nou, dat soort filmpjes zie je wij dus. Dus als mensen thuis je nog witte van Friesen om Utens die hier hoe mooi dwan wollen, dan jaren wij dat graag van zo'n filmpje. Dan kun je mede naar bient@omroepfriesland.nl. En misschien Romy Kisto aangst wel mee als het in Japan bent of in Parijs. Ja, goed idee. Waar wit. Ja. Moon Keningsdag is er al helemaal op kluit. Ik zie warme klingen doen dwan, want het wordt min waar. Ja. Wij binnen de moer net, wij binnen de tongzie werd. Dank voor je komst. Ja. En graag een tongzie. Dit wie Bient. Hoi. Pas op de mond zitten. Oh, ik zie je het even op. Nou, moen geen bient, want dan is het Keningsdag. Toonsje Bivy de Wer, maar Wietse Visser, Klaasje Pasma en Joke Sandstra. Waar? Nou, die ene. Die ene van het Ienommers. Oh, die van de eerste. Oké.